Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland en dikkere wolken boven de Noordzee. En daar ten noordwesten van Tessel ligt een lage drukgebied en dat stuurt vandaag veel bewolking en buien over het land. Heel af en toe piept de zon er even tussendoor, maar stel daar niet te veel van voor, dan kan het alleen maar meevallen. Stevige buien van tijd tot tijd, vooral in het noordwesten, en er kan ook af en toe een klap onweer bij zitten. Temperaturen. 18 à 19 graden en alleen als de zon vanmiddag er even bij komt, lokaal ook 20 graden, maar het is stevige wind aan zee met windkracht 6 à 7. Ook vanavond houden we de buien en ook komende nacht blijft het ronduit buigen in het land, de meeste buien dan wel in het westen en noorden. Morgen opnieuw veel buien, heel af en toe zon. De kans op onweer is morgen een fractie kleiner. Temperatuur ook een graadje lager, zo rond de 17 graden, en de wind blijft hard waaien aan zee met windkracht 7. Woensdag verwacht ik wat vaker zon, maar de buien worden er niet minder om. En ze kunnen opnieuw van tijd tot tijd samengaan met onweer. Donderdag neemt het aantal buien wel af. Vrijdag misschien een zonnige dag. En dan is het ook grotendeels droog. En in het weekend zet die trend door, dan gaat het kwik verder omhoog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.